Welkom, wat leuk dat je kijkt. In dit filmpje gaan we kijken hoe je een stelsel vergelijkingen oplost. Ik heb nu een voorbeeld met twee lineaire vergelijkingen. Hoe los je zo'n stelsel vergelijking op? Het eerste wat je doet is je gaat naar de coëfficiënten kijken. En keuze maken welke twee coëfficiënten wil je gelijk maken. Wil je die van de x of wil je die van de y gelijk maken? Hier bij deze y staat 1 keer y. Stel dat ik die twee gelijk wil maken. Dan ga ik de onderste keer 2 doen en de bovenste keer 1. Dan krijg ik, de bovenste blijft hetzelfde. En de onderste wordt min 4x, want let op, je gaat die hele vergelijking keer 2 doen, is 14. Dit doe ik zodat ik de y kan elimineren. Ik moet die y weghalen. Nu kan ik de twee vergelijkingen van elkaar afhalen. Doe ik 3x min 4x, maar het is min min 4x, dus dan krijg je 7x. En 2i min 2i is 0, 14 min 14 is ook 0. En ik deel aan beide kanten door 7, krijg ik dus x is 0. De afspraak is wel dat als je een stelsel vergelijkingen moet oplossen, dat je ook de y-coördinaat moet berekenen. Dus we pakken één van deze twee vergelijkingen. Ik pak even de bovenste. En ik vul voor x 0 in. Dan krijg ik 3 keer 0 plus 2i is 14. 2i is 14 en i is dus 7. Dus x is 0 en i is 7. En we schrijven het dan ook als coördinaten op. En dan zijn we klaar. Ik hoop dat je daar iets aan hebt gehad. En ik wens je heel veel succes verder.